Hoi. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe is het nou? Ik weet het. Hoezo? Ja. Zijn we dan? Hè? Weer een nieuwe dag. Jongen. En nou gaan we naar mijn stage toe. En mijn vader brengt mij elke ochtend toe. Ja, fijn. Waarom doe jij dat? Ja, dat het niet anders kan. Ja, dit is eigenlijk wel relaxed. Mijn vader zet mij elke ochtend hier af. Dus dan kan ik zeg maar zo naar de bus lopen. Hij rijdt dan gelijk door naar zijn werk. En het is vandaag weer echt een super mooie dag. Het is lang geleden dat het gewoon weer... Bijvoorbeeld gisteren was het nog knijterveel regen en onweer en noem maar die shit maar op. Maar nou is het gewoon weer prima. Wat de bedoeling is, ik ga naar stage in Amsterdam. Vandaag is een van mijn laatste dagen op stage. Het is ook heel gek dat ik pas nu weer begin te vloggen en dat ik nou weer begin te filmen. Maar goed, ik heb daar nooit eigenlijk tijd voor gehad. En ik heb een nieuwe camera gekocht, dus ik dacht van, nee, top. Gaan we proberen. Dus ik pak nu de bus naar Utrecht en dan van Utrecht gaan we naar Amsterdam toe. En kijk even hoe vet. Ik vind het best wel een mooi uitzicht. Maar in ieder geval, mijn bus kan elk moment komen. Laten we gaan naar Amsterdam. En dan zijn we dan in Amsterdam. Ik ben daar onderweg naar mijn stage toe. En ja, weet je, ik ben altijd, dat is echt iets wat eigenlijk niemand weet, is dat ik elke ochtend ben ik al om 9 uur in Amsterdam. Ik hoef pas om 10 uur te beginnen. En wat ik dan doe is, ik ga gewoon voornamelijk rondlopen, plekken bezoeken. En ik heb één plek gevonden waar ik eigenlijk elke ochtend ontbijt. En de meeste mensen ontbijten gewoon thuis, je kent het wel. Maar ik ontbijt gewoon ergens op een muurtje. Gewoon met een mooi uitzicht. En dat vind ik altijd wel heel vet. En ja, het is gewoon lekker om weer een beetje te vloggen. Om een beetje rond te lopen en jullie een beetje te laten zien van waar ik ben. Want heel vaak zie je posts op Instagram. En als je me dat trouwens nog niet op Instagram hebt, moet je me even toevoegen. Want dan plaats ik heel veel foto's op. En ja, dat is gewoon chill als jullie ook gewoon zien waar ik ben. En het blijft gewoon een mooie stad. Weet je, dat is in Amsterdam. Elke dag zie je weer gewoon nieuwe dingen. Dan denk je van, oh shit, dat is er ook. Of oh shit, dat, ja, je blijft gewoon elke keer nieuwe dingen ontdekken. En dat is gewoon super chill aan deze stad. Maar ik neem jullie mee naar een plek waar ik eigenlijk best wel vaak ontbijt. Waar ik ook wel eens chill. En ja, het is eigenlijk achter mij zit het station. Ik weet niet of je het ziet. En hier... Ik zal even laten zien. Hier is dus de plek waar ik dus eigenlijk regelmatig wel zit. Op dit muurtje zit ik ook wel eens regelmatig. Klinkt echt heel armoedig. Daar is het station. Maar ook daar heb je een soort van... kijken. Daar. Waar die chick loopt. Daar precies heb je ook een muurtje. Daar kan je ook chillen. En dat is een mooie meid. Wauw. Wauw. Dat zie je ook heel vaak in Amsterdam. Dat vind ik wel. Misschien een ding wat jullie niet weten. Maar ik val op vrouwen met gesteld haar. Ik vind vrouwen met gesteld haar vind ik heel mooi. En die heb je hier in Amsterdam heel veel. Dus wie weet heb ik nog een beetje geluk. Ik vraag me dus echt af, wat is dat? Er staat werk in uitvoering. Maar wat is dat? Oké, maar jullie weten dus nu wel dat ik Amsterdam een leuke stad vind. Dat ik er graag kom. Maar ik wil weten wat jullie ervan vinden. Dus wat vind jij van Amsterdam? Zou jij graag naar deze stad gaan? En zo ja, waarom? En wat vind je er leuk aan? Laat het eventjes hieronder weten in de reacties. Dat vind ik wel tof om te weten. Zodat ik een beetje zoiets heb van, ah ja, hè, misschien staan we op één lijn of misschien helemaal niet. Misschien vind je Amsterdam wel een vieze stad of misschien vind je het wel een hele mooie stad of leuk om te winkelen. En moet ik wel zeggen dat ik uit eten vind ik in Amsterdam niet leuk. Oh shit, dat is echt een oude wagen. Wow, oké, hipster, kijk deze muur, vet, graffiti, heel vet. Het is alsof ik in een Sahara loop, jongen, echt. In één keer knijterwarm. Echt, vanochtend was het toch gewoon koud. Weet je wel, of tenminste jullie zagen het vanochtend, zag het toch een beetje koud uit. Ik denk, nou, ik doe een jasje aan, doe mijn petje op, doe lekker een lange broek aan. En uit het niets gewoon in één keer zo van, yo, 25 graden of zo. Zo voelt het in ieder geval. Goedemorgen, hondje. Hallo. Goedemorgen. Als je zeg maar... Geen goedemorgen terug, als je dat knopje induwt en je zit doet doet doet. En soms zeggen ze goedemorgen, dan zijn ze vrolijk. Maar als je het knopje indrukt en je hoort niks terug, dan weet je ook automatisch, there is something going on. Dus, I don't know. Ik pak meestal altijd de lift, je kan ook met de trap daar, maar daar ben ik te lui voor. Dus ik pak de lift. Ik zie jullie gewoon straks weer. Yo gasten, ik loop naar buiten te filmen. Ja, wat ik precies aan het filmen ben, kan ik nog niet zeggen. Dat is echt flink balen, maar de camera waarmee ik nu film, deze, die had ik dus in een tas gestopt.
bij een accu. Maar die accu heeft helemaal een scherm beschadigd. Dus nu zit er een klein veel krassen op mijn scherm. Maar fuck it, mijn camera doet het nog. En nu is het tijd om naar huis te gaan. Ik heb vandaag weer best wel veel gedaan op stage. Ik heb gefilmd, video's geëdit, nog wat dingen gedaan voor mijn stageverslag. En nu ga ik richting Oosterhout, waar ik zelf woon. En ik ga vanavond een ijsje eten met een goede vriendin. Dus die ga je zo meteen ook al zien. Ik hoop dat ze het leuk vindt als ik straks ga filmen. Ik denk het niet. Maar in ieder geval, check even hoe mooi het hier is. Het is echt gewoon super lekker weer. Iedereen is vrolijk. Het is zo'n vette stad Amsterdam. Daarom geniet ik er ook van. Weet je, het is gewoon zo'n vette stad. En ja, maar ik baal wel, jongens, want ik zal jullie nou eventjes een foto laten zien. Nou goed, jullie zien het dus. Ik heb dus knijterig veel krassen op mijn camera. En dat is gewoon gekomen omdat ik gewoon niet voorzichtig ben omgegaan met mijn spullen alweer voor de zoveelste keer. Maar ja, goed, aan de ene kant kan dat gebeuren. Ja, weet je, gewoon voor een keer iets voorzichtig omgaan. Maar het is wel ziek, want ik heb deze camera echt één dag. En nu zit er al dikke krassen op en shit, dus... Ja, gewoon voor een keer iets opletten. Maar in ieder geval, ik ga nou de trein pakken. Dan gaan we richting Brabant. En dan zou ik zeggen, ga lekker mee. En ja, laten we gewoon gaan naar Oosterhout. Oh, dit is altijd zo irritant. Als dit niet werkt, dan moet je echt gaan lopen. Daar hou ik niet van. En we zijn in Oosterhout beland met mijn ijsje, waarvoor ik eigenlijk kwam. Maar dat ijsje eet ik niet alleen. Alle leuk om dat gewoon zo aan te kondigen. Kijk, hallo, stel je eigen maar voor. Ik ben Romy. Dat is Romy, is mijn collega, mijn werk. En het leukste is mijn werken daar, achter. Ik zal ze meteen even laten zien. Mijn ijsje smelt al een beetje. Maar ja, we gaan even een ijsje aan het eten en dan gaan we zo even chillen. En ik heb echt heel erg honger. Daar baal ik altijd van. Ik kan nooit avond eten. Dat kan gewoon niet. Ik kan het wel, maar ik haal het niet. Want ik plan al mijn eigen helemaal vol. Dat weet je ook wel, hè, dat ik mijn eigen helemaal vol plan. Vind ze niet leuk? Doet-ie. Dat doe ik gewoon, maar... Ik ga even mijn ijs eten, dan gaan we zo meteen wat eten pakken. En dan weet ik wel wat we gaan doen. Maar in ieder geval, het is wel leuk hier. Een leuk fonteintje. Wat leuk. Ah. Ja, mijn ijsje smelt wel. Maar ik ga maar gauw mijn ijs eten en dan jij ook ijsje eten snel. En dan doei. Hallo, ik ben thuis. Hoe is het nou? Ja, iets beter als gisteren. Ja, vanochtend zag jij er anders uit, hè, in de auto. Toen ik begon te filmen. Ja, ik heb hier net gewerkt. Huh? Ik ben de hele dag al aan het werk. Ben je heel dag al aan het werk? Heel de dag al. Ben je net gestopt? Net gestopt. Oh ja, op die manier. Goedenavond iedereen. Wat rusten? Rusten. Bah, vies deze. Ja. En helaas komt eraan alles een eind. En ook aan deze video. Dus ik bedank jullie voor het kijken naar deze eerste vlog in een lange tijd. En ja, laat gewoon weten hieronder in de reacties... Of je dit leuk vindt en of je dit vaker wilt zien. En ja, laat het me gewoon weten. Misschien dat ik meer video's ga maken. I don't know. Laat het gewoon eventjes weten, zodat ik weet van oké, dit vinden jullie wel vet. En dan weet ik dat ik meer video's moet gaan maken. Maar ik ga nog even wat dingetjes doen op de computer. Nog zat te doen. En dan zie ik jullie gewoon morgen terug met een nieuwe video. Of binnenkort. In ieder geval een nieuwe kaart ook binnenkort. Dus dat is tof. En wil je nou een andere video zien, moet je even naast me ergens klikken nu. Dan komt waarschijnlijk ergens een video tevoorschijn. Moet je even op klikken. En dan zie ik jullie gewoon weer gauw terug met een nieuwe video. Dan zeg ik tot de volgende keer, abonneer voor meer en ciao! En in deze video ga ik het hebben over vrouwen. En over meiden en van alles en nog wat. Want ik ben er soms een beetje klaar mee dat ik gewoon soms zoveel gezeik aan mijn hoofd heb. En zoveel dingen aan mijn hoofd heb. Omwille van één vrouw.